is rechts van je. Dankjewel. Zo, ik moest me even laten testen, want wij gaan onverwachts vandaag naar Pieter Derks. En dan denk je misschien, maar je bent toch gevaccineerd? Ja, op zich wel. Ik zal er straks even uitleg over geven als we thuis zijn. We staan nu namelijk heel erg ongemakkelijk geparkeerd bij een DHL-terrein. Dat is niet helemaal de bedoeling volgens mij, maar ja. Ik stond parkeren aan de overkant, toen kwam ik hier terecht. Maar we staan dan tussen de pakketjes en de bezorgers. Gewoon naar huis. Negatief. Nou, kijk naar Pieter Derks. Yay. Zo. Ik ben hier even boven in de slaapkamer gezeten, want Daphne is beneden aan het stofzuigen. En dat maakt echt tering veel lawaai. En hier is het lekker rustig, dus ja. Goed, mijn vaccinatieverhaal. Zoals misschien sommigen van jullie wel weten, heb ik mijn eerste vaccinatie echt al fucking lang geleden gehad. Het was echt al voor onze vakantie. Ik denk in juli of juni, volgens mij zelfs juni al. Toen ik kon, ben ik gelijk gegaan. Maar ik zou Wouter niet zijn als ook hier niet wat misging. Dus de afspraak voor mijn tweede prikje stond precies in onze vakantie gepland. Echt top. En toen heb ik wel gebeld of dat verplaatst kon worden naar voren, voordat we op vakantie gingen. Maar dat kon niet. Het kon alleen maar naar achteren verplaatst worden en dat heb ik toen ook gedaan. Maar ja. Die afspraak ben ik toen vergeten, samen met Daphne. Dus toen moest ik een nieuwe afspraak maken. Daphne ook. En nou wordt het echt gênant. Die ben ik dus ook vergeten. Echt. Hoe dan? Dus ja, hier zijn we dan. In fucking oktober. Juli, augustus, september. 4 maanden verder. En ik heb dus eindelijk mijn tweede vaccinatie gehad. Yay! Echt zo dom dit. Ik zeg het trouwens niet helemaal goed. Ik heb mijn tweede vaccinatie aan het einde van september gehad dus. Maar 3 maanden later! Maar goed, nou gaan we dus naar Pieter Derks. Cabaretier, misschien ken je hem wel. Daphne vindt hem heel erg leuk. Ik vind hem op zich ook wel leuk. Maar hij kwam nu dus in Hof 88. Dat is een heel leuk, gezellig, kleinschalig theater bij ons in de straat. Daphne had al gezien dat er een voorstelling was. En die had al eerder geprobeerd om daar kaarten voor te krijgen. Maar er waren geen plekken meer waar je met z'n tweeën naast elkaar kon zitten. Dus toen hebben we dat niet gedaan. Maar onze buurman is dus de directeur van dat theater. En wat wil het lot? Daphne kwam hem vanmorgen tegen voordat we naar de sportschool gingen. En die kreeg het op een of andere manier over die voorstelling. En dat bleek dat er nu net vandaag weer een paar plekken vrij waren gekomen naast elkaar. Dus Steve Joris toen gelijk voor ons geboekt. En dan kunnen we alsnog naar Pieter Derks. Maar ja, mijn QR-code was nog niet geldig. Dat duurt 2 weken. Dus ik had even een prikje nodig. Vandaar. Best wel lang verhaal volgens mij. En wat ook heel erg handig is, is dat ik nog steeds geen telefoon heb. Dus ik moest zo'n testbewijs downloaden en dan uitprinten en zo. Fucking irritant. Maar goed, is niet anders. Oh, over een telefoon gesproken. Ik denk dat ik die vandaag ga bestellen. Eindelijk. Volgens mij heb ik gezien. Mijn telefoon is in de vakantie kapot gegaan. Dus ik zit volgens mij nu ook al 3 maanden zonder telefoon. September, oktober. Nee, is niet helemaal waar. 2 maanden. Maar het voelt echt als een eeuwigheid. En ik ga nu eindelijk een nieuwe telefoon bestellen. Ik zat namelijk te wachten op de nieuwe iPhone 13. Die is net uit. Dus ik denk dat ik die zo ga bestellen. Hey boe, kastje. Ben jij mooi gewassen? Oh. God, ik ga gelijk met z'n weer een natte kop in het bed besmeren. Maar goed, laat ik dat ook maar gelijk gaan doen. Want er zit volgens mij nogal een lange leeftijd op die iPhone. Ik heb trouwens tegenwoordig een nieuwe collega. Heel gezellig is dat. Hij ligt nu netjes op de laptophoes. Maar meestal ligt hij bovenop mijn laptop. Echt heel bevorderlijk voor mijn productiviteit is dat wel. Hé vriend? Maar goed, iPhone. Ik heb echt tering lang zitten twijfelen. Niet alleen over de kleur, maar ook over de opslag. Schommelt het heel erg. Ja, dit schommelt een beetje. Als het beeld trouwens een beetje schommelt, dat komt dan omdat de camera op een karaf staat op de tafel. Dus dat is allemaal niet heel stevig. Ik heb mijn improvisatiestatieven. Maar goed, ik twijfel dus ook over de opslag. Omdat die nieuwe iPhones filmen in 4K ProRes. Kort gezegd is dat een soort formaat waardoor het beeld er allemaal nog beter uitziet. Maar dat gebruikt echt wel fucking veel geheugen. Ik geloof dat dat per minuut een gigabyte is of zo. Dus ja, dan heb je nog wat opslag nodig. Eenmaal gezien ik nog wel eens vlog met mijn iPhone omdat dan de camera leeg is of geheugen vol. Of dat die kapot is. Ik bedoel, dat gebeurt ook nog wel eens. Dus dan is het wel handig om een opslag te hebben. Dus ik heb besloten om voor de 512 gigabyte te gaan. Best wel veel, maar het is niet het meeste. Je hebt namelijk ook nog een iPhone met 1 terabyte. Ik dacht, ja, dat is dan misschien wel weer een beetje overdreven. Bovendien heb ik ook iCloud, dus alles slaat automatisch op in de cloud. Dus ik denk dat 512 wel genoeg moet zijn. Misschien is het ook wel een beetje overkill, maar ja, het zal. Dan zat er dus ook nog heel lang te twijfelen over de kleur. Ik twijfelde vooral tussen dat nieuwe blauw en de gouden iPhone. Ik vond dat blauw wel leuk, omdat je dan een kleurtje hebt, wel lekker vrolijk. En het is natuurlijk de nieuwste kleur, dus kan iedereen zien dat je een nieuwe iPhone hebt. Wink, wink. Maar
Ik weet niet. Ik vond het blauw toch een beetje cheap ass. En ja, voor een telefoon van... hoeveel kost dat kring? Meer dan 1600 euro is het nog een beetje jammer als je telefoon er cheap ass uitziet. Dus, wat wordt het nu uiteindelijk? Het wordt de iPhone 13 Pro Max met 512 gigabyte in de kleur goud. Zo, hele bek vol. Zonder geinen, ik heb hier echt letterlijk 2 dagen over moeten denken. Dus ik ben blij dat ik een beslissing heb genomen. Dan kan ik hem eindelijk bestellen, want de levertijd is 2 tot 3 weken. Ik hoop dat ik hem dan nog heb voordat we naar Berlijn gaan. Dat is 20 oktober. Waarschijnlijk niet. Yes, gelukt. Oeh. Eens even kijken. Wat doe je in vredesnaam aan een theater? Ik draag toch meestal wel iets nets. Maar ja, wat? Ik denk trouwens niet dat ik jullie kan uitleggen hoe blij ik ben dat ik straks eindelijk weer een telefoon heb. Ik kijk daar echt heel erg naar uit. En een fucking iPhone 13 Pro. Echt heel veel zin in. Moet wel zeggen dat ik het niet per se heel erg vond zonder telefoon. Het went wel. Ik miste het niet per se echt. Het was soms wel lastig op het Instagram en zo. Dan moest ik dan mijn telefoon weer lenen. Maar voor de rest was het eigenlijk wel prima. Ik had mijn laptop wel. En het was eigenlijk wel lekker rustig. Viel me nu ook echt op hoe verslaafd eigenlijk iedereen is aan zijn telefoon. Als ik dan om me heen kijk, zie ik de hele tijd mensen op hun telefoon. Ja, het valt mij natuurlijk dan extra op omdat ik geen telefoon heb. Maar ja, we zitten met z'n allen wel een potje veel op de telefoon hoor. Het viel mij heel erg mee hoe erg ik die telefoon miste. Ik had echt van mezelf verwacht dat ik helemaal gek zou worden. Maar dat was dus niet zo. Maar ja, nu ik dan ook weer mijn zin heb gezet op een nieuwe telefoon en ik die besteld heb. Ja. Dan heb ik er echt wel heel veel zin in. En ik hoop dat hij ook gewoon snel komt. Maar goed, first things first. Wat doe ik aan? Ik kan dit pak aandoen. Niet met een overhemd, denk ik, maar dan met een shirt. Dekje in. Kan ik mijn nieuwe broek aandoen? Als die nog schoon is. Toen we uit eten gingen, heb ik hier namelijk kaas van de kaasfondue overheen gesmeerd. Dus ik heb hem even snel in de handwas gedaan. Durfde hem niet helemaal te wassen. Want meestal als ik wat nieuws heb en ik pleur het in de was, dan komt het er echt 10 maten kleiner uit of helemaal volwassen. Dus ik dacht, ik gooi het lekker even in de handwas. Ik geloof dat het goed is gegaan. Ik geloof dat die vlek er wel uit is. Ik heb even gedoucht. Mocht ook wel met zo'n zweetlucht in het theater zitten. Dat is niet zo fijn voor de mensen die achter je zitten. En dit is het geworden. Tada. Voor de mensen die het leuk willen opzien. Ik ben er klaar voor. Doe de deur dicht, ik krijg mijn vinger ertussen. Oh, shit. Hoe dan? Het zal. Zin in? Ja. Ik ook. Gezellig. Ja. Even een stukje lopen. Ja. Mooi, hè? Want het is echt heel ver. Het is echt letterlijk daar. Boeba! Oh. Ben jij zo braaf geweest? Goed zo. Ik heb even een iPad erin gekocht. Niet voor mezelf, helaas. Het is voor mijn vader. Die zocht iets wat hij dan mee kon nemen naar de klanten om dan zijn producten te laten zien. En hij dacht zelf aan een laptop. Nou weet ik dat mijn vader niet zo'n computerheld is. Een e-mailtje versturen lukt hem net. Maar hij heeft wel een iPhone en dat gaat best wel goed. Dus toen zei ik, ja, waarom neem je dan niet een iPad? Want een laptop, dat wordt natuurlijk helemaal niks. Dus nou ja, ben ik naar de Mediamarkt geweest en een iPad gehaald voor hem. Ik kwam eigenlijk voor de nieuwe gewone iPad, maar die was niet op voorraad. Dus het is de R. Dus het is de R geworden. Die was nog een stukje duurder. Ik hoop niet dat mijn vader het erg gaat vinden. En anders heeft hij het echt gehaald. Godsamme, de deur zit van de binnenkant op slot. Het is 3 uur, dus ze zijn natuurlijk al een pauze aan het houden. Maar ik kan dus nu niet naar binnen. Ik kan ze ook niet bellen. Oh, ik kan echt niet wachten tot ik weer een telefoon heb, jongens. Ja. Het is gelukkig mooi weer. Even een kwartiertje buiten zitten dan of zo. Ga je mee, Boep? Ze zijn ook allemaal doof, want op die bel reageert ook geen mens. Jongen. Nee, ik geloof dat er echt niks anders op zit dan mijn tijd hier buiten uit te zitten. Prima. Weet je wat? Waarom vertel ik niet hoe het was bij Pieter Dex nu? Dat was van toch hier buiten zitten. Was echt nice, joh. Echt boven verwachting leuk. Ik weet niet of ik dit al had verteld. Volgens mij wel, maar nee, vertel het gewoon nog een keer. Daphne vindt Pieter Dex echt heel leuk. Ik vind hem... Maar ik vind hem wel iets meer dan maar. Ik vind hem wel leuk. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een stukje op de radio. Of stukje. Een stukje klinkt echt fucking neerbuigend, man. Hij vertelt elke week iets op de radio. Tenminste, volgens mij is het elke week. Daphne luistert het echt altijd. Ik luister wel eens mee. Ik vind het wel grappig. Maar het is niet dat ik denk van, nou, ik moet dit horen of zo. Maar goed, deze voorstelling was echt super grappig. Ik lag echt constant in de deuk. Hij was echt scherp, jongen. Het is denk ik wel voor mensen met een bepaalde politieke overtuiging. Je moet best wel links zijn als je het leuk wil vinden. Dat ben ik natuurlijk, als je me een beetje kent. Ik ben best wel links. Dus het was echt helemaal in mijn straatje. Dus ja, het was echt nice. Ook gewoon echt goede grappen over dingen die nu allemaal spelen. Zo, zoals de toeslagenaffaire en de formatie van het kabinet. Het klimaatbeleid. De woningcrisis, allemaal dat soort dingen. Echt
Ja, echt top. Het was een try-out, dus het is nog niet de definitieve voorstelling. Maar ik denk dat er best wel veel van overeind blijft staan zoals het nu was. Ik vond het echt heel goed. Het was echt fucking nice weer vandaag, zeg. Zo, hé. Ik zou willen spreken over nazomer, maar het is oktober. Dus ik weet niet of je het nog steeds nazomer mag noemen, maar... Ik vind het mooi. Nou jongens, jullie pauze is nu wel een keer voorbij. Hup, hup, aan het werk. Mooi zeg. Super dun ook. Cool. Dan nu het meest satisfying moment van een nieuwe iPad of iPhone kopen. Dit. En dan nog een ASMR video, joh. Cool. Hallo. Nou, tijd om het ding te installeren. Je ziet het goed. Wij zijn weer bezig met ons... minst favoriete klusje. Ja, ik wou eigenlijk zeggen ons eeuwigdurende klusje, maar minst favoriete klusje klopt op zich ook wel, ja. Lijkt echt geen einde aan te komen. En daardoor is het al gewoon. Ja, want ik wou zeggen dat het wel beter wordt nu. We zijn die leuningen aan het schuren, ja, dat heb je al gezien net, maar... Dit schuren wordt... Het hout moet weer helemaal tevoorschijn komen en dan wordt het gelakt in een... Ja, transparant lak of zo, dus dan blijft het vaak zien. Dus dat moet heel goed kaal. En dat is best wel lastig. Dat wordt wel mooi. Ik zal het even laten zien. Kijk, het begint toch best wel op te lijken zo. Het beeld lijkt wel iets beter dan het is. Maar zo was het dus. En nu is het dus al zo. Leuk hè?